Voor de tweede maal binnen een week hebben onverlaten de infrastructuur van Telesuur opzettelijk beschadigd. Het bedrijf is in de nacht van 16 op 17 september wederom geconfronteerd met de schade op dezelfde locatie waar eerder in de week sprake is geweest van vandalisme. Toen zijn kabels bovengronds doorgesneden, maar nu is er gegraven om de kabel in de grond onklaar te maken. Klanten in de binnenstad van Paramaribo, waaronder veel bedrijven, ervaren momenteel de impact hiervan. Het onderzoek naar de dader is al opgestart door de justitiële autoriteiten. Aan de gemeenschap wordt gevraagd om, indien zij over informatie beschikt, deze met de autoriteiten te delen. Herstelwerkzaamheden zijn intussen aangevangen. Naar verwachting zal de storing vandaag al opgeheven zijn. De klantenservice is bereikbaar via 152, klantenservice@telesuur.sr en de Telesuur Facebook Messenger pagina.